Kijkers, daar ben ik weer met het tweede deel van In Gesprek Met Nu. Ik ga nu naar een andere locatie. Ik ga op bezoek bij de heer Fedor Botsen. Zegt die naam u iets? Wel, enkele jaren terug was er een hele heisa rond het oprollen van een pedofiele bende. En gezegd is toen dat de heer Fedor Botsen aan het hoofd van die bende stond. En hij is toen gevonnist. Meneer Botsen is intussen in februari op vrije voeten gesteld. En hij heeft ons gecontact omdat hij zijn kant van zijn verhaal wil laten vertellen. Hij wil nu dat zijn naam gecleared wordt omdat hij zegt dat hij onterecht eigenlijk gevonnist is. Dus gaat u met me mee naar het gesprek dat ik heb gehad met de heer Fedor Botsen. Meneer Botsen, u heeft er behoefte aan om uw verhaal te delen met de samenleving. Want u geeft aan dat u eigenlijk onterecht in het gevangen hebt gezeten voor 2,5 jaar, hè? Was het? Zoiets, ja. En, okay, maar waarom nu? Ik doe nu een beroep op u en bedank dat u mij de gelegenheid biedt om het via uw medium te doen. Omdat ik, als een kankergezwel wordt behandeld door vele media, ik zal niet zeggen alle, ik mag mijn verhaal niet doen. Ik heb 2 mediahuizen waarmee ik dacht goede banden te hebben, een eigen geschreven verslag gestuurd en die verslagen zijn nooit gepubliceerd. Waarover gingen die verslagen? Over hetgeen mij is aangedaan. Ik ben namelijk beschuldigd. Eerst was ik de leider van de criminele pedofiele bende, die kinderen, pedofilie is onder de 12 jaar, in bepaalde landen zelfs onder de 9 jaar, kinderen lokt naar dit adres, ze daarna seksueel misbruikt, fysiek mishandeld, daarna ze voor mijn seksueel pedofiel netwerk laat tippelen. En dat heeft in de krant gestaan. Dat waren beschuldigingen. Maar die beschuldigingen waren zodanig geformuleerd in de krant door de afdeling Trafficking in Persons, alsof er al werkelijk keiharde feiten daarover waren. Ik weet niet hoe mensen zo gek zijn. Laten we naar het begin gaan. Want er is aangifte gedaan tegen u, hè? Er is aangifte gedaan dat een jongeman die daadwerkelijk in het huis was geweest, is geweest, door ons zou zijn misbruikt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, als je dat verhaal niet mag vertellen, zelfs niet eens voor de tafel van de rechter, dan moeten we het maar een ander medium vinden. Wat is gebeurd? De jongeman was met een jongen die hier zo goed als woonde, bevriend geraakt. Hoe? Dat is even niet belangrijk. Het is niet dat die vriend hem gelokt heeft of zo. Pertinent niet. En toen zijn ze op een keertje naar hier gekomen. Ze wilden babbelen, ze hebben gebabbeld. Toen ik duidelijk zag, er was meer dan babbelen in hun hoofd, heb ik ze naar een andere ruimte gestuurd om hun ding te doen. Dat was consensual sex, zoals de Amerikaan dat zegt, in gemeen overleg. De man heeft zich voorgesteld als 18 jaar. En fysiek zag hij eruit als 18, minstens. Nu geeft hij zich uit als 23. Oké, dat is punt 2. Hij is toen gebleven vanwege mijn gezondheidssituatie. Heb ik medicijn die ik drink. Ik ben in slaap gevallen. En de jongens hebben een ding gedaan. Na dat ding gedaan te hebben, is het zogenaamd slachtoffer persoonlijk zelf lopend, dus te voet, vertrokken van hier naar zijn locatie van herkomst, om het maar zo te noemen. 2 dagen later is hij weer gekomen. Toen heb ik ook weer een beetje gebabbeld, maar omdat ik andere dingen had waarmee ik bezig ben, zijn ze buiten in een andere ruimte, dus behalve deze ruimte zijn ze bezig geweest, hebben hun ding gedaan, wat weet ik niet. Het zijn 2 volwassenen die gezamenlijk wat deden. Die jongeman is in totaal 6 maal in dit huis geweest. Bij elke gelegenheid is hij 6 maal te voet gelopen van zijn plaats van origine naar dit huis.
En hij heeft seksmaal hier seks gehad met iemand? Dat weet ik niet. Ik heb één keer de aanzet daartoe gezien. En toen heb ik hem ook gezegd, doe het maar in een andere ruimte. Maar voor alle duidelijkheid, u heeft geen seks met hem gehad? Pertinent niet. En dat is gelukkig, voor de rechtbank is dat ook niet gezegd. Er zijn wel andere leugens voor de rechtbank gezegd, maar okay, daar komen we straks op terug. Het ergerlijke is dat in de krant heeft gestaan, bab is gebeurd, aldus mevrouw Jury Drachten zijn van de afdeling Trafficking in Persons. Op een wijze geformuleerd alsof dit werkelijk is gebeurd en als zo'n wettig en overtuigend bewijs heeft. Met de naam 1 keer Fedor B en daarna Botse F. We leven in een klein dorp hier, iedereen weet wie Fedor B is of Botse F is. En natuurlijk ben ik dan direct de pedofiel die kleine jongens lokt naar dit huis. Het mooiste van alles is, en daar moet ik echt om lachen, zo stom zijn we in dit land. In de krant staat ook duidelijk, kinderen, dus pedofilie kinderen, worden gelokt naar dit adres. Via en worden seksueel media. Misbruikt, etcetera, etcetera. Meer fout. Waar het kwaad bewezen moet worden, hoopten wij dan, voor de tafel van de rechter. Weet u hoeveel mensen daar verschenen zijn? 0 slachtoffers. 1 naam is genoemd en dat was de jongeman die hier werkelijk is geweest. Die consensual seks heeft gehad met 1 van mijn vrienden. En misschien ook met meer, dat weet ik niet. Maar hij heeft ook aangifte gedaan? Nee. Hij heeft nooit aangifte heeft gedaan. Aangifte? Zijn zogenoemde oma, pleegoma, heeft aangifte gedaan over dit, dat de jongen zo zijn misbruikt. De jongen is 1 keer met mij geconfronteerd op de afdeling TIP. En daar merkten wij direct al dat deze jongeman bewerkt was geworden door de afdeling. Want er zijn kleine dingen die je een kind kan bijbrengen. Dingen die je een kind kan bijbrengen. Maar je gaat hem niet structureel kunnen veranderen in een kort tijdsbestek. En daar hebben we de bewijzen en die liggen bij onze advocaat. Waarmee we ook aan gaan geven en gaan bewijzen dat de afdeling TIP deze jongen heeft gebruikt. Want waarom publiceren? Wie geeft jou het recht te publiceren? Maar waarom zouden ze dat doen? God mogen weten, als je in een bekrompen mind bepaalde gekke ideeën krijgt, dan weet ik het niet. Ik kan niet denken in die kronkels. Ik heb mijn eigen denkwijze. En die geeft aan, u heeft wat crimineels gedaan, dan gaat u zitten. Ja. Maar je begint te zeggen, ik heb het gedaan en je hebt geen bewijs. En nu zit een van mijn vrienden met een straf van 5 jaar die deze jongeman juist heeft geholpen. Die is nu als crimineel. En men zegt dan in de krant, we hebben de jongen besmet met het HIV-AIDS-virus. Ja. Hoe kan je dat publiceren? Heb je ons niet eens laten testen? Ik ben 2 keer, niet onder dwang, maar niet vrijwillig, getest. En alle 2 keer had ik geen AIDS. Negatief dus? Ik was niet besmet, laten we het zo zeggen. Negatief, positief, I don't know. Niet besmet. Okay, to make a long story short. De oma van die jongeman heeft aangifte gedaan. Ja. Maar het was eigenlijk dat die jongeman seks heeft gehad. U zegt, u weet het niet, met die andere meneer. Waarom bent u dan opgesloten? Omdat het in mijn huis is gebeurd. En omdat zogenaamd wij mensen naar hier halen om seks te hebben met kleine kinderen. Onder niet vrijwillig. En u zegt, daarvoor had de politie geen bewijs. Voor de tafel van de rechter is er niet 1 slachtoffer gepresenteerd. In de krant schreef mevrouw Drachtenstein namens de staat Suriname, want ze praat niet als persoon. Mevrouw Drachtenstein is hoofd van de afdeling Trafficking in Persons, wat een onderdeel is van het Korps Suriname. Wat een deel is van de staat Suriname. Dus de staat Suriname heeft mij beschuldigd van pedofilie en lokken en misbruiken van kinderen. Dat is een heel zware aantijging. Want u heeft nooit seks gehad met kinderen? Nee, beslist niet. Ja? Nee. En zeker niet met deze jongeman. Oké. Okay. Niet omdat hij niet aantrekkelijk was of zo, dat is een tweede punt. Maar ik heb in dit geval zeker geen seks gehad met kinderen. Ik heb geen seks met kinderen. Want u kwam openlijk uit voor uw status. U zegt, u bent gay. Ja. Maar u houdt van wel jonge kerels. Ik ben
61, straks 62. Ik val niet op mannen met een buik als de benen. Ik val op het lichaam van Adonis. Dat is mijn smaak, jammer genoeg. Ja. En daarvan heb je genoeg mensen rondlopen in Suriname die vrijwillig consensual seks met mij willen hebben. Okay. Daar heb ik geen tekort aan. En nu zegt u, u bent eigenlijk onschuldig eigenlijk. Ik ben onschuldig gevonnist. Want het leuke is, je hebt geen slachtoffers voor de tafel van de rechter gehad. Je hebt geen wettig en overtuigend bewijs voor de tafel van de rechter gehad. Alleen een agent heeft gezegd, ja, dat heeft die jongen aan mij gezegd. Wanneer wij dan vragen, want het recht heeft wel degelijk beschermingen. Maar wanneer de rechter beslist, nee, dat is niet nodig. Als de rechter aangeeft dat een van mijn vrienden de jongen zwaar lichamelijk heeft mishandeld, fysiek heeft misbruikt en het HIV-AIDS-virus heeft overgedragen aan de jongen. En wij mochten gelukkig, daar was ons rechtsstelsel wel een beetje redelijk in, mochten we vragen stellen. En ik vraag aan via de rechter aan de agent van politie, wordt zo iemand nog genoemd, vraag ik dan, de jongen is zwaar mishandeld, dus u heeft hem gebracht naar de spoedeisende hulp. Dus er is een medische verklaring, een visum hier, dat heb ik begrepen, is daar. Nee, dat is er niet. En de rechter zegt, is niet nodig. Ik zeg, oké, is niet nodig, geen punt. Ik vraag dan, ieder cel heeft tegenwoordig een camera. Heeft u een foto gemaakt? Want u moet bewijzen dat hij fysiek is mishandeld. Van als zware mishandeling heeft u letsels. U praat niet over een klapje. U praat over zware mishandeling. Dat staat in dat dossier van mij. Heeft u niet? En de rechter zegt, is niet nodig. Moet ik afgaan op het woord van een agent die misschien corrupt is? Of niet waarheidsgetrouw bezig is? Want ik heb... Die jongeman is een hoofd groter dan de persoon die hem zou hebben mishandeld. En hij heeft recentelijk, hij zit nu weer in de gevangenis, vanaf 3 november 2016 heeft hij 3 of 4 keer in de gevangenis gezeten. In JOG van CPI, onder andere. Wegens het, laten we zeggen, mishandelen van mensen, want hij tippelt nu, dat weet ik nu. Ik heb het ook gecheckt. Hij tippelt al lang. Want hij is op 13-jarige leeftijd plus minus uit het huis van zijn zogenaamde oma getrapt. En waarmee gaat een 13-jarige zich onderhouden? Hij heeft geen noemenswaardige schoolopleiding, dus ja. En dan zegt men dat wij de kinderen aan het tippelen brengen. Ja. Ik vraag maar van waar ze onze. En voor de tafel van de rechter is niets bewezen. Hoe gaat u bewijzen dat ik hem iets geef? Dan heb ik geen iets. En omdat ik geen iets heb, heeft men die kroon van mij als leider van die pedofiele criminele organisatie gezet op een jongeman, een vriend van mij, die toevallig wel AIDS heeft. En voor de duidelijkheid, u heeft die kroon gehad omdat deze zaken in uw huis gebeurd zouden zijn? Omdat we in mijn huis, ja, volgens mevrouw Drachten zijn en consorten, kinderen lokken, verkrachten, misbruiken, mishandelen en AIDS geven. Okay. En nu vertelt u uw verhaal, u vertelt uw zijde, u zegt u bent onschuldig, ja, gevonnist. Wat wil u nu bereiken? Ik wil nu bereiken ten eerste dat de gemeenschap weet wat voor leugenachtige talen delen hopen wij van het korps politie Suriname rondspreiden en actie ondernemen. Want als ik dit niet gedaan heb, ik heb 23 jaar een stichting gedraaid waar onze focus was de kinderen primair. Straks gaat u horen, jij heeft al die kinderen daar verkracht. Mm. Gelukkig, ik ben al 10 jaar daarmee gestopt. En ik heb nog geen enkele aanklacht tegen me gehad. Dus ik hoop dat het ook nooit komt. Ik weet dat het niet kan komen. Maar ja, als men nu verzint dat de kleine jongens lok naar mijn huis. Mevrouw Boetius. Ik ben een goed uitziende neger. Tenminste, ik mag me geen neger noemen volgens bepaalde mensen. Maar ik ben een goed uitziende kerel, wel bespraakt. Als ik iemand wil krijgen, als ik iets met iemand wil hebben, kan ik met reden fatsoenlijk dat initiëren. En meestal lukt het wel. En als je niet lukt, ga je naar een volgend station. Ja. Moet ik geweld gebruiken? Dat is misschien waarop, hoe het werkt in plaats van Santa Bomba. Maar dat gewerkt gebeurt niet in het huis. Hier wordt er geen geweld gebruikt. Okay, dus u wil dat aangeven, maar heeft u stappen ondernomen? Nou, we zijn nu tot mijn spijt in hoger beroep. Ik ben op 19 februari...
vanwege het rechtsstelsel wat nu geldt, als ik 2/3 van mijn straf die mij is opgelegd geworden, heb uitgezeten, kom ik in vrije voeten. Vervroegd in vrijheidstelling is dat. En daardoor ben ik op 19 februari in vrijheid gesteld. Van dit jaar? Ja. Okay. Tegelijk is dan ook het hoger beroep. Midden augustus vorig jaar ben ik gevonnist. En ik ben niet gevonnist voor een zedendelict. Ik ben gevonnist voor het opereren van een crimineel netwerk. Niet voor een zedendelict. Anders kwam ik niet in aanspraak voor PI. Ik weet niet waarom mij dat is gebeurd, maar ik ben wel blij. Want dan ben ik iets eerder uit het gevangen. Want het gevangen is allesbehalve leuk. Zo, hoe was dat? In het gevangen. Ik zal het beleefd zeggen. It's worse than hell. Men toont geen respect voor het leven van een medemens. De gemiddelde penitentiair ambtenaar van hoog tot laag. En gelooft u me, van hoog tot laag. Behandelt de gedetineerde als lager dan een schurftige hond. Zo erg. Ik ga daarover op dit moment nog niet veel zeggen, maar als ik verwijs naar de zaak in Ikeri, waar meneer Galant, geloof ik, van de bond nog heeft gezegd, wij raken de gedetineerde niet aan, of meneer Galant woont niet in Suriname, of hij liegt. En dat durf ik in zijn gezicht te zeggen. Maar ik heb me laten vertellen dat in de gevangenis de andere gedetineerden niet van gays of homofielen houden. En daarom zo soms met ze omgaan. Heeft u dat ervaren? Ik heb in de gevangenis ervaren dat als men hoort dat het is een zedendelict en je hebt kinderen misbruikt, dan krijg je klappen. Ja. Ik ben zwaar mishandeld in Houttuin. Ik ben verplaatst van diverse locaties en uiteindelijk kom ik in Houttuin aan. Ik word door die fijne gedetineerden daar verwezen naar de hoogste bank, noem ik het. En plotseling staat er een jongeman op met een baddoek op zijn kaal geschoren hoofd. Zeg, Misa Bouhandis. Die zei, Massa, dat is een boy. Dus toen is hij opgestaan, of is hij doorgelopen, geklommen via de eerste bank en heeft mij geschopt en getrapt. Ik moest afspringen van het bed. Ik ben met mijn hoofd tegen de muur gekomen en op de grond gekomen. Met mijn lichtgewicht natuurlijk. En toen ik op de grond lag, was het de zaak nog niet. Dat was pas het begin. Ik ben toen door zeven, als ik mij niet vergis, toevallig, Hindoestaanse jonge mannen, tussen de 20 en de 40 jaar, zwaar mishandeld geworden. Zo zwaar dat ik het bewustzijn heb verloren. Zo. En nog mooier, men probeerde een bezemstil in mijn reet te stoppen. Au. Met excuus voor dat woord. Ja. Omdat natuurlijk het gay zijn fout is. Maar dat is iemand gelukkig niet daar, goed. Iemand zit daar voor moord en dat is niet erg. Maar dit is fout. En hoe komt dit? Omdat in de krant heeft gestaan, ik verkracht kleine jongens, dat geeft ze iets. Ja. En dan word ik in de nacht, dus wanneer ik flauw ben, ik weet niet wat er gebeurt, ik word wakker in cel 2. We geven dit door aan de rechter. Maanden daarna, 2 maanden voor de uitspraak, of 3 maanden voor de uitspraak, zegt mevrouw Cynthia van zijn mond door op haar troon gezeten. We hebben het laten onderzoeken en het bleek niets van waar te zijn. Laat mevrouw Cynthia van zijn mond dan mij aangeven hoe ik dan van cel 1 naar cel 2 ben gekomen als ik zo midden in de nacht. Want je wordt om 6 uur opgesloten in die cel. En waarom ben ik dan van 1 naar 2 verplaatst? Laat ze dat even vragen aan de dienstdoende agenten. We hebben de naam van alle 3 agenten die daar werkten. En daar wordt in ieder geval een zaak ook voor voorbereid. Want dit mag niet. En nu is de zaak in hoger beroep? Wij zijn in hoger beroep omdat dit een leugen is verzonnen. Ik ga uit van door het Korps Politie Suriname. Want ik weet niet wie dit zou willen verzinnen. Ik ben geen heilige, maar dit heb ik niet gedaan. En dit moet je niet gaan pinnen op mensen die dit niet hebben. Ik heb hele leven hard gewerkt en daar kom je nu. En het leukste van alles is, ik word opgesloten. Al mijn
bezittingen op dat moment, mijn salaire en zo, mijn huisleus worden afgenomen. Ik zeg, oké, je kan niets doen. Dus op een bepaald moment hoor ik van een vriend die mij geweldig heeft bijgestaan. Men breekt in je huis. Ik zeg, oh, dan wat moeten we doen? We vragen toestemming om iemand te plaatsen. Nee, er mag niemand in het huis. U belet mij de toegang tot mijn huis. Dan bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van het huis. Ik geef dan voor de tafel van mevrouw Vals zijn mond nog door dat mijn huis wordt leeggedragen. En mevrouw Drachtenstein had aangegeven dat mevrouw Judy Drachtenstein van de afdeling Trafficking in Person had aangegeven vanwege het gerechtelijk vooronderzoek wij de sleutel niet konden krijgen en wij niemand in dat huis mochten zetten. Dus dat zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, voor alles wat hier is. En het is leeggedragen. En mevrouw Valsteinmondor zegt tegen ons, ergens in april vorig jaar, meneer Botsen, in uw geval is er geen gerechtelijk vooronderzoek. Mm-hmm. Toen was mijn huis leeg. Ik ben op 19 februari dit jaar vrijgelaten. Om 10:11 s'avonds kwam ik binnen. Mijn hele huis leeggehaald, hier op de grond. Allerlei, al mijn kleren en troep door elkaar met papieren. Het stonk alsof er weet ik veel wat gebeurd was. Er is gestolen mijn 47-inch televisie, mijn stereo-installatie, mijn grote Whirlpool wasmachine, die 15 jaar oud was, maar nog goed functioneerde, en een heleboel dingen meer. Ik heb vanaf 19 februari 100.000 SND geïnvesteerd en ik heb nog niet eens de helft van mijn spullen terug. Hoe? Nou, jammer genoeg is de tijd niet onze bondgenoot, maar we hebben het nu gehoord. En we zullen het blijven volgen. Wanneer gaat de zaak voor? Oh, we hebben onze jurist, die ons gelukkig heel goed heeft vertegenwoordigd, ook gevraagd. Hij zegt, men heeft geen haast, er zijn andere zaken die belangrijker zijn. En ik ben buiten, dus ik wacht. Ik ben wel buiten, maar ik zit nog steeds in de gevangenis. Ja. Want de rotzooi die verteld is over mij, de leugens die over mij gezegd, de haat die is gezaaid tegen mij, dat moet gestopt worden. De gemeenschap moet weten dat wij dit nooit hebben gedaan. En daarom dat we naar u zijn gekomen. Juist. Nou, ik denk dat iedereen het nu heeft gehoord. Ze kunnen hun mening vormen. U bent gewoon eerlijk over uw voorliefde. U houdt van Adonissen, dus jonge mannen. Maar u zegt hier hard, u heeft geen kleine jongens verkracht. Nooit. Nooit. Laten we hopen dat men inderdaad hier meegaat. En dat men u neemt voor wat u bent, een meneer die homofiel is, gay, maar rustig zijn leven mag leiden zoals hij dat wil. Dank u. Ik hoop dat uw naam nu enigszins gekleerd wordt. Bedankt. En wanneer de zaak voorgaat, dan bedankt horen voor wij dat. Medewerking. Graag gedaan. Kijkers, dat moet het dan weer zijn voor wat betreft deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel heb ik gesproken met minister Lilian Verrier van Onderwijs. En als we goed hebben geluisterd naar de bewindsvrouw, nou dan krijgen we echt het idee dat ze weet welke richting ze uitgaat met het ministerie. In het tweede deel heb ik het gesprek gehad met de heer Fedor Botsen. U heeft nu zijn kant gehoord van wat er is gebeurd en hij zegt dat hij onschuldig gevonnist is. Meneer Botsen wil dat zijn naam gecleared wordt. Onze nieuwsdienst zal contact opnemen met mevrouw Drachtenstein en haar ook laten vertellen hoe zaken precies zijn toegegaan. Want u weet, elk verhaal heeft een hoor en wederhoor. Dus dat zullen wij zeker ook doen. Dus bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering. We zijn er volgende week woensdag weer met een ander In Gesprek Met. Tot dan. Goeiedag.